Maar heb jij nog wat te vertellen? Nou, ik had dus een speakbriefje gemaakt. Die is inmiddels op de grond gevallen. Cookies. Dat is een beetje voor de hand liggend onderwerp. Sorry voor de actualiteit. Maar er is de cookie-wetgeving is deze maand ingegaan. Ja. En dat was vanuit het Europese gebeuren. Hebben ze dat geïnitieerd? We willen eigenlijk niet dat Jan en Alleman onze burgers kunnen volgen. Met behulp van wat voor techniek dan ook. Want het gaat niet alleen over cookies. En het Nederlandse overheid die heeft dan gezegd van, weet je wat, we doen er nog eens een schepje bovenop. We gaan het absoluut onmogelijk maken voor onze vrienden van de statistieken en van de marketing om ook maar iets te doen met gegevens van klanten. Ja. Of van burgers eigenlijk. Dat is toch niet helemaal waar? Nou ja, dat is in elk geval het signaal waar je hoort van... Ja, dat is wat je hoort van marketeers. Van, precies, maar... ja. Ja. Wat is het nou echt? Ja, het komt erop neer dat op je computer staan allemaal kleine bestandjes die websites helpen om dingen van jou te voor jou te onthouden. Bijvoorbeeld wat je in je winkelmandje hebt zitten. Of, maar die dingen zijn toch niet verboden? Nee, en dat is het hem inderdaad. Er is, je mag functionele cookies hebben. Ja. Maar zodra jij iets gaat onthouden wat niet voor de consument functioneel is... Ja. Dan mag het niet meer. Ja, en is dat erg? Dat is erg voor mensen die geld willen verdienen van consumenten. En dus wat marketeers zeggen en sommige contentmakers. Van ja, wij kunnen niet meer dingen gratis aanbieden. Want wij leven van bijvoorbeeld geld die door banners wordt gegenereerd. En banners die banners hebben cookies. Banners kan je toch ook gewoon tonen? Ja, daar heb je toch helemaal geen cookies voor nodig? Nee, maar dat is het geheim natuurlijk van de banner mensen. Ja. Die doen meer dan alleen maar banners opleveren. Die volgen jou ook rond. Ja, maar nog even. Want ik snap niet zo goed wat er slecht aan is. Aan cookies of aan de wetgeving? Aan deze wetgeving. Want ik hoor alleen maar eigenlijk positieve dingen. Bedrijven, individuen mogen... burgers niet meer ongevraagd volgen. Ja. En dat zou ineens slecht zijn. Dat is bizar eigenlijk. Dat mocht nooit. Nee. En op het web kon het ineens. En was er geen wetgeving Precies. voor. Dus werd het gewoon gedaan. Ja. Ja, dit is belangrijk. Maar stel je voor dat... het is natuurlijk een beetje een flauwe vergelijking. Maar dat de hele tijd een auto achter je aan blijft rijden. Dat doet het trouwens. Ik heb hem al... Super irritant is dat. Op het web heb je het niet door, maar ja, je hebt het ook wel door. Als er zo'n banner de hele tijd terugkomt, dat is ook super irritant. Ja. Eerlijk gezegd, ik snap wel dat marketeers en mensen die van statistieken leven, die hier een beetje van balen, maar... Nou ja, een beetje van balen is een understatement. Want als we hun verhalen moeten geloven, ja. Dan is er een miljardenindustrie zojuist gesneuveld. Ja, nou ja, goed. Whatever, dat gebeurt toch de hele tijd. Ja, ik vind het echt, het kan me heel weinig schelen. Nee, ja, statistieken werken ook zonder cookies. Daar kan je ook gewoon serverlogs voor gebruiken. Je kan de boel anonimiseren. Dus ja. Je hoeft helemaal niet personen te volgen. Je kan gewoon... Het gaat om hoeveelheden data. Ja, inderdaad. Maar daar gaat het om. Dus de Nederlandse wetgeving heeft gezegd... is er van de mate waarin jij kan anonimiseren... Ja. Dus de bedrijven die zijn verplicht om dat extreem te anonimiseren. Je mag het niet kunnen terugbrengen tot één persoon. Ja, dat was al Alleen zo. Daar zit een belangrijk probleem. Want alle data die zij binnenkrijgen... Ja. Die is specifiek. Dat kan niet onspecifiek gemaakt worden. Als een berichtje van jouw computer naar die van de statistiekenboer gaat, of de bannerboer, dan zit jouw IP-adres eraan. Dus jij bent. En de wetgeving vindt dat al een individu. De wetgeving vindt één IP-adres. Ja, maar IP-adressen, daar wordt helemaal niet op. Die kan je ook eruit filteren. Heb je helemaal niet nodig. Ik snap niet waar het probleem zit. Het is niet nodig om individuele gegevens... Nee, absoluut. Maar wat die bannermensen zeggen is... Van, wij kunnen het IP-adres niet volgen. Ja, maar even kijken. Dat is technisch niet mogelijk. Dat is wel mogelijk.
Nou ja, je kan het verwijderen uit je logs. Dat is helemaal geen probleem. Ja, precies, ja. Ja, dat is toch niet moeilijk? Ja, ja, heel weet het. Ik rehash alleen maar wat zij allemaal ik schrijf, ja, maar vertellen. Goed, maar ik vraag me dus oprecht af wat nou het probleem is. Nou, het probleem is voornamelijk dat... Of is hier gewoon weer een andere industrie die aan het huilen is, ja, omdat ze met regelgeving, ja, ja, absoluut, te maken krijgen? Absoluut, absoluut. Ja, ik bedoel, hallo. De cowboytijd is misschien wel over. Het internet wordt volwassen. Ja. Misschien dat de wet iets te is. Dat zou kunnen. Dat het misschien overdreven is hoe die nu is opgesteld. Dat die misschien te... Maar ik vind het in principe gewoon een hele goede zaak. Nou, hij is niet overdreven, maar waar nu de mensen die daar dus rekening mee moeten houden... Ja. Die zeggen nu van ja, er is deze wetgeving, maar er staat eigenlijk nergens hoe we dit, zeg maar, hoe het gemeten wordt. Dus stel je voor dat er iemand met een boeteboekje langskomt. Ja. Ze weten niet waarop degene die de boete uitdoelt, zeg maar... Het groot probleem is dat het is een beetje... Het is nu heel erg moeilijk om er om te kijken hoe het gaat worden, ja, beoordeeld. Ja, ja. En het punt is, ze hebben dus ook gezegd, en dat was dus expliciet in de Nederlandse wetgeving ook, dat het niet alleen over cookies gaat. Dus het gaat over wat voor data dan ook, die niet voor jou, beste consument, op jouw computer of op jouw mobiel wordt gezet. Ja. Die mag daar eigenlijk niet meer wonen vanaf, ja, nu. Ja. Kijk, en wat ik nou ja, maar er zitten hele evil dingen zitten daarin. Of vergis, ja, je niet. Flash cookies bijvoorbeeld, die zijn gewoon echt door en door slecht. Ja. Dat is gewoon echt heel persistent. Dat is niet te verwijderen. Nee. Ook al denk je dat je het verwijderd hebt, zit het er nog hartstikke... En dat is ook nog eens cross-browser. Dus als je met één browser waarvan je denkt, dit is mijn privacy browser. Als je daar iets met een flash site hebt bezocht, vergeet het, dat is bekend... In al jouw browsers. Ja, want dat is goed om te weten. Hoe heet het? Als jij één keer Flash installeert, geldt het voor al je browsers. En het wordt dus in Flash opgeslagen. En Flash is heel ontoegankelijk om de data die erin wordt opgeslagen, om dat te bekijken. Ja. De privacy instellingen van Flash zijn online. Dat doe je bij Adobe. Ja. Dat is ook zoiets. Dat doe je dus niet lokaal op jouw computer. Je zegt tegen Adobe... Ja, dat is op de Mac niet meer zo, hè? Daar heb je sinds kort, of sinds een tijdje, heb je daar een flash dingetje in je system preferences. Oké, okay. Dat weet ik niet. Systeemvoorkeuren voor je Nederlanders. Niet geïnstalleerd, dus dat weet ik niet. Nee, goed. Maar ja, ze doen er wel heel erg lastig mee. Afijn, bottom line is... Dus nu alle Nederlandse websites die ook maar leven van de inkomsten van... bannerboeren die cookies gebruiken of zelf dingen doen met cookies. Die hebben nu overal, we gaan allemaal op zwart en we gaan nu heel erg overduidelijk aan de consument overbrengen dat wij moeten leven van cookies, zodat er op een of andere manier deze wetgeving, zeg maar, ja, nou ja, een draai gaat krijgen. Het is krijgen. Echt zo van... Ja, in plaats van te veranderen, in plaats van te zeggen van jongens, misschien doen we het gewoon wel verkeerd. Wat heel interessant is de Internet Explorer 10. Ja. Die komt nu... Er is een instelling, dus een browser. Header is er voorgesteld en die is al geïmplementeerd in Firefox, geloof ik, en in Chrome. Ja. En in Internet Explorer 10 komt die ook. En dat is de Do Not Track header. Ja. En dan kan je aanvinken, gewoon in je voorkeuren van je browser. Ik wil niet gevolgd worden. En dan is het aan sitebouwers om daar dingen mee te doen. Nou, omdat... Of juist niet, ja, dus. Ja, precies. Maar het is dus de bedoeling dat websites daarna gaan luisteren en dus dan zeggen, nou, dan volgen we je niet. Dat is dus een... Wat alle browsers tot nu toe doen, is dat je daar... Dat moet je zelf aanvinken. Standaard staat die uit. Standaard staat er Do Track. Oh. Internet Explorer heeft bedacht, bij de volgende browser staat er Do Not Track, staat standaard aan. En daar werd heel negatief op gereageerd door allemaal... mensen die zeiden van nee, dat moet niet de standaard zijn. De standaard moet zijn dat je gevolgd wil worden. Maar dat is... Nee, niemand wil gevolgd worden. Je wil dat niet als mens. Nee. En waar die mensen het over... Dat het nu standaard gebeurt, ja, ja, dat is wat anders. Maar dat je dat niet wil... Ja. Of dat...
Dus mensen moeten bewust voor kiezen. Het is een hele rare kiezen. Default. Het is, ja. Het is van... Nou, en als oh, dat je hebt een brievenbus. Oh, dan wil je daar allemaal spam in hebben. Als dat betekent dat er een heleboel bedrijven failliet gaat, kan me niet schelen, want het zijn toch niet de goede. Weet je, dat is gewoon... Ja, niet dat, te slim in elk geval. Nou ja, dat is massa dingen. En natuurlijk zal er ook wel een juweeltje aan ten onder gaan. Maar mij kan niets van schelen. Nee, en ik denk dat daar zit het hem voornamelijk in. Dit zal... zeker ook heel veel business innovatie opleveren. Want er zijn, en dat vond ik het belangrijkste, er zijn een heleboel goede contentmakers die op dit moment leven van bannering en daar dus plotseling helemaal niks meer mee kunnen. Het is echt alsof de kraan is dichtgedraaid dat voor dat ze. Dat is dus ook helemaal niet waar. Op dit moment. Nee, bannering die cookies gebruikt. Nee, ja, nee, maar luister. Je hebt ook banners zonder cookies. Ja, dat is waar, maar je hebt dus op dit moment is dat niet zo. Dus op dit moment zijn er alle bannerboeren die gebruiken cookies. En als jij contentmaker bent en jij leeft van dus een dienstverlening als, ja, noemen ze wat, dubbelklik of zo, dan kan je niet de dienst afnemen die geen cookies gebruikt. Dus je bent gewoon, je bent fucked. Maar ben jij dan strafbaar of zijn die adverteerders strafbaar? Niet in product veranderen? Zover ik weet ben jij... strafbaar omdat het vanaf via jouw site gaat. Okay. Maar dat is niet relevant. Zeg maar of je nou strafbaar bent of plotseling geen geld meer kan verdienen. Het is allebei niet leuk als contentmaker. En de vraag is dus inderdaad, wat gaan partijen doen als DoubleClick of als Google Analytics of mensen die dus nu claimen dat ze absoluut niet zonder cookies kunnen doen. Volgens mij Google Analytics heeft al een versie van Google Analytics voor Duitsland. Ja. Die al veel strikter is. Waar in Duitsland mocht al een tijdje absoluut geen IP-adressen. En daar mochten al een heleboel dingen mochten niet. Dat is al zo. Ja. En volgens mij heeft Google Analytics heeft dat al voor Duitsland. Dus dat hebben ze al. Ja, dat is wel grappig, want Duitsland, ik weet niet of jullie wel eens Jeff Jarvis volgen. Dat is iemand die heel veel weet van hoe Google zeg maar business doet en dat soort zaken. En hij heeft ook Duitsland een warm hart toe en die noemt hij altijd Blurmany in plaats van Germany. Omdat daar dus Duitsers die zijn notoire schizofreen over dingen die Google doet of dingen die in het publiek... Schizofreen of paranoia? Paranoia, ja. Sorry, inderdaad. Dat is nog een verschil. Niet schizofreen. Echt paranoïde. Zo van, nou ja, het is een beetje alle gebouwen in Duitsland op Street View, die zijn geblurred. Ja. Omdat mensen dat niet willen. Ja, maar... En dat is heel erg, ik vind dat echt heel erg tof. Dat is echt een verfrissende positie die zij innemen. Dus het is ook onhandig. Volgens mij was België ook heel erg lang met het toelaten van de Street View auto's. Ja. Want ik ben inmiddels gewend dat als ik ergens naartoe ga, dan kijk ik altijd eventjes op de kaart hoe ik erheen moet rijden. En daarna kijk ik even naar de omgeving, zodat ik het herken. Ja. En dat doe ik via Street View. Hartstikke handig. Ja, dat is super tof. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het gewoon... weet je, je geeft wel al die data. Geef je zo, hup, aan een Amerikaans bedrijf. En dat betekent dat je het automatisch aan de Amerikaanse overheid geeft. Dus dat is nogal wat. Ja. Maar je geeft het weg. Dat is het probleem. Nou, maar niet alleen. Je geeft het aan de Amerikaanse overheid. Dat is bijvoorbeeld ook met... Wat was dat nou wat ik laatst las? Over de nieuwe biometrische paspoorten. De data daarvan wordt behandeld door een Amerikaans bedrijf. Oh, wat? Dus al onze biometrische data... Je hebt het nu over Nederlanders. Ja, Nederlanders. Nederlandse paspoorten. Ja. Alles wat daarin staat... staat nu bij de Amerikaanse overheid. Ik kan me herinneren dat zo'n beetje alles wat de Nederlandse overheid moet doen... dat binnen de grenzen van in elk geval Europa moet blijven. Ja, volgens mij niet. Waarom? Nou ja, dat is wetgeving. Zeg maar, Nederlandse publieke overheidsdata mag niet in Amerika wonen. Of niet ergens anders. Maar dat is dus niet zo. Ja, frappant. Nogal. Dus de...
mensen realiseren zich dat niet. Er wordt gewoon niet bij stilgestaan. Ja, er wordt met de pet naar gegooid. Ja. Kom op, hoor, dit is toch absurd dat maar jij... Dat vind ik dus hetzelfde voor persoonlijke gegevens die door cookieboeren worden opgeslagen. Dat zijn allemaal Amerikaanse bedrijven. Dat is allemaal gaat het zo naar de Amerikaanse overheid. Dat moet je maar net willen. Ja. Ja, en als je er even over nadenkt, dan wil je dat niet. Dus de standaard zou moeten zijn, volg me niet. Het is helemaal niet slecht dat die cookie-wetgeving er is. Het is vervelend voor de mensen die er geld mee verdienen. Ja, ja. Die moeten even wat anders gaan verzinnen. Ja, nou, dat is, er is genoeg te doen. Er zijn ook goede dingen te maken. Ja, die moeten weer fysieke events gaan beginnen of zo. Ja. Leuk. Of blog ondertekeningssessies. Ja. Ja. Weer uitgenodigd wordt in een boekenwinkel. Zou die al bestaan, een blogwinkel? Nee, ja. Stukjes blog kan kopen. Anyway. Nou goed, het is interessant. Ja, het is absoluut interessant. En ik vind af en toe doen sommige contentmakers die doen wel heel erg schijnheilig erover, hoor. Een mooi voorbeeld vond ik van Fok. En er stond een hele opzomming van, onze gebruikers die gebruiken cookies. En er staan video's en die op onze websites en die gebruiken cookies. En van alles en nog wat, allerlei redenen om Fok, zeg maar, gebruikers te overtuigen dat zij hun cookies willen aanzetten. Hè? Ja. Daar kan je toestemming toe geven. En, maar helemaal onderaan de lijst stond van, oh ja, en we hebben ook nog banners en die gebruiken ook cookies. En daar gaat het eigenlijk om. Ik bedoel, er bestaan, stel... cookies voor video's. Ja, nou, dat bestaat. Oké. Okay. Ik bedoel, maar dat zijn vaak functionele cookies. Ja, oké, okay, ja. Maar bijvoorbeeld de display, stel dat je YouTube-filmpjes embed, er zitten ook display-cookies tussen. Dus van dubbelklik of weet ik wat, van die bennetjes die omhoog schieten. Ja. Maar het, helemaal onderaan de reis, dat is van, ja, de banners, dat is eigenlijk, daar gaat het eigenlijk onderaan om. Onderaan, oké. Dat is echt zo. Het is ironisch. Ik vind het, zeg maar, ik kijk er een beetje naar, van ja, jongens, wees dan open over waar het er dan echt in zit. Ja. En ja, als je erover nadenkt, Google bijvoorbeeld, die gaat regelmatig langs bij Fok. En zover ik weet, gebruikt de Googlebot geen cookies. Dus ja, waarom zou je in hemelsnaam... Dus de website werkt gewoon ook. Ja, tuurlijk, joh. Alle content is gewoon bereikbaar. Bijna alles werkt zonder cookies. Hey, het is een beetje rustig.